Wat vlak met je neus in de lucht mee, hè? Hij is niet zo. Ik wilde alleen met vol bier op de foto. Ja, oh, schip uit de film. Ja, daar ben ik weer klaar mee. Hij staat er allemaal op. Zijn ogen dicht. Ja, hij zit met zijn pootje op die ogen. Ja, dat moet. Ze hebben echt een knap moeite gehad om hem eraf te zetten. Ze hebben die kooikaper gevangen om die pad ervan af te halen. Oh ja, kijk. Mijn pa met die zo. Zo gaat dat. Krijg ik hier nog seksuele voorlichting ook? Ja. Eigenlijk wel. Wat een voorlichting. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik ben een Telstar. We betalen geen hul. Nee, want het stond in een mailtje. Ja. Wat mij betreft, mensen, iedereen van harte welkom. En ik hoop dat iedereen zo snel mogelijk kan gaan genieten van een schitterende reportage en foto's. Ja, cultuursupport Pijnlijke Nodenburg. Een heel klein clubje van Sjaak Aalshoorn, Mieke Reugelok en mijn persoonlijk organiseren we de tweede keer een tentoonstelling. De vorige van Wim Meijer, de Vermeer-replica's, zijn vandaag allemaal naar Delft gegaan. En Wim is weer gelijk enthousiast bezig met filmen. En de tweede tentoonstelling, nou, daar is de opening dus vandaag. En nogmaals, hartelijk welkom. Goed, ja, ik neem aan dat de meesten wel enigszins bekend zijn met de exposanten. Pia Legersteen, Gerard Nijborg en Lisbeth Bergen. Ik heb zelf totaal geen verstand van flora en fauna. Daar ben ik eens te meer op gewezen. En, nou ja, ik vind dat in ieder geval wel mooi. En ik ben ontzettend blij dat wij hier in de regio heel veel mooie dingen hebben. En wat mij betreft ben ik nog meer blij dat onze burgemeester van Pijnlijke Nodendorp eigenlijk ook als portefeuillehouder cultuur. Sinds kort. Sinds 1 november hebben we begrepen. Zoiets, ja. Ja. Nou, dat u in ieder geval de tentoonstelling wil openen. Heel mooi. Ik wil met alle plezier de gelegenheid geven het woord te nemen. Ja, ik vind het ontzettend leuk om hier te staan. En ik vind zeker dit thema natuur in de regio is een thema wat mij ontzettend aanspreekt. En ik vind het ook een heel goed initiatief van jullie stichting. En daar wil ik jullie ook mee feliciteren. Want ik ben me zeer wel bewust dat de gemeente zich enigszins uit het cultuur heeft teruggetrokken in het Pijnakkersen. En dan is het toch fantastisch als er allerlei particulier initiatief is dat de draad oppakt en allerlei dingen gaat organiseren die ook nog heel succesvol zijn. Dus heren en dames, hulde daarvoor. Dus het thema is heel goed gekozen en is ook een hele goede manier om te laten zien hoeveel moois er in onze omgeving is. Ja, en dan even kort iets over de exposanten. Ik weet zeker dat ik de lyrische woorden uit de kranten niet kan evenaren. Dus ik zeg heel kort maar even iets over jullie. En dat begin ik met Pia Legersteen, die voor de eerste keer exposeert, heb ik begrepen. Dat klopt, hè? Ja. En Gerard Nijboer, grafisch vormgever, tekenaar, sneltekenaar en fotograaf. Dat klopt. Ja. Ten slotte Lisbeth Bergen, die is al langer serieus als fotograaf bezig. Of serieus zijn jullie natuurlijk allemaal, maar al langer bekend en wel al vaker geëxposeerd hebben. En ja, ik heb me laten vertellen dat je de zus bent van de popfotograaf, beroemde popfotograaf. Ja, maar het zit dus aan de genen. Ja. Zo klopt het. Graag iedereen feliciteert met deze tentoonstelling en dan is hiermee de tentoonstelling Natuur in de Regio geopend.
jongens, echt genieten. En ik raad iedereen aan om langs te komen. En weet je, je zou het niet verwachten, maar ik word hier zelfs rustig van. Dat kan ik me niet voorstellen.